allemaal, welkom bij Overijssel over Zee. In deze lessenserie gaan we het hebben over een onderwerp dat misschien dichterbij is dan je denkt, namelijk slavernij. Vandaag hebben we het over de VOC, WIC en het Nederlandse slavernijverleden. We gaan terug in de tijd om te ontdekken hoe deze organisaties Nederland hebben gevormd en hoe de Nederlandse slavernij is ontstaan. We zijn vandaag in Zwolle. Waarom? Dat vertel ik je straks. Laten we beginnen bij het begin. Wat is slavernij eigenlijk? Slavernij is een systeem waarbij mensen eigendom zijn van iemand anders en gedwongen worden om voor hen te werken. Zonder betaald te worden en zonder controle over hun eigen leven te hebben. Er is sprake van onderdrukking. Mensen die tot slaaf gemaakt worden, worden niet gezien als mensen, maar als bezittingen. Mensen werden vroeger tot slaaf gemaakt om bijvoorbeeld te werken op plantages, waar andere mensen heel rijk van werden. Daar werd dan koffie of tabak verbouwd. Het werk was heel erg zwaar. Het werk was niet alleen heel zwaar, er was ook veel geweld en dwang richting de tot slaaf gemaakte mensen. Ook nu nog leven er wereldwijd nog zo'n 50 miljoen mensen in slavernij. Het bestaat dus nog steeds. Portugal verdiende in het oosten al in de 16e eeuw aan de handel in specerijen. In het westen verdienden ze aan slavernij en de handel in bijvoorbeeld suiker. De route over zee naar Azië werd geheim gehouden. Maar sommige Nederlandse kapiteins werkten op Portugese schepen. Nederland probeerde zelf de handelsroute te vinden. Willem Barents probeerde via de Noordpool naar Azië te varen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk ontdekten de Nederlanders de juiste route via Kaap de Goede Hoop. In 1595 lukte het Cornelis de Houtman als eerste Nederlander om via deze route naar Azië te varen. Vanaf dat moment kon Nederland zelf handel drijven met Azië. Het land rondom Kaap de Goede Hoop werd later een grote Nederlandse kolonie, de Kaapkolonie. Maar wat is eigenlijk een kolonie? Een kolonie is een gebied op een andere plek in de wereld dat veroverd is door een ander land. Het is een belangrijke plaats voor handel en het wordt bestuurd door een bestuurder waarna mensen gedwongen moeten luisteren. Het veroveren van een land ging met geweld en had grote gevolgen voor de plaatselijke bevolking. Om handel te organiseren werden de VOC en de WIC opgericht. In 1602 werd de VOC opgericht. De afkorting VOC staat voor Verenigde Oost-Indische Compagnie. De VOC had monopolie op alle handel vanaf Kaap de Goede Hoop. Dat betekent dus dat de VOC namens Nederland als enige handel mocht drijven met Azië. De VOC handelde vooral in kruiden, specerijen, koffie, textiel en porselein. Via Amsterdam kwamen zulke koloniale waren in Zwolle. Deze werden verder verhandeld naar Duitsland. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het Hopmanshuis in Zwolle. Hier werden goederen opgeslagen. De VOC bouwde forten en handelsposten op veel verschillende plekken. Ze voerden oorlogen om lokale vorsten en hun bevolking te dwingen met hen handel te drijven. Later werden hele gebieden en landen veroverd, zoals Nederlands-Indië, dat nu Indonesië is. Dit gebeurde met veel geweld tegen de plaatselijke bevolking. De VOC handelde ook in tot slaaf gemaakte mensen. Deze mensen werkten bijvoorbeeld op plantages, maar ook in mijnen of bij mensen thuis die voor de VOC werkten. Er zijn ongeveer 1 miljoen tot slaaf gemaakte mensen vervoerd door de VOC. WIC staat voor West-Indische Compagnie. De WIC werd in 1621 opgericht en mocht namens Nederland handel drijven en koloniën stichten in de gebieden rond de Atlantische Oceaan. De WIC veroverde Fort Elmina van de Portugezen. Fort Elmina ligt aan de westkust van Afrika. Vanaf dit fort werden in totaal door Nederlanders zo'n 600.000 gevangen genomen mensen uit Afrika vervoerd. Ze werden vervoerd naar plantages in bijvoorbeeld Suriname en het Caribisch gebied. Hier werkten veel tot slaaf gemaakte mensen op de plantages voor onder andere suiker, tabak en koffie. De WIC verdiende daar veel geld mee. Ook sommige steden verdienden hieraan, omdat ze geld hadden geïnvesteerd in de WIC. Net als bij de VOC werd er bij de WIC veel geweld gebruikt tegen de lokale bevolking. De WIC had als doel om gebieden te veroveren en daar zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Daarbij letten ze niet op de gevolgen voor de mensen in die gebieden. We zijn niet voor niets in Zwolle. We waren al even bij het Hopmanshuis, maar er zijn nog wat meer voorbeelden uit het slavernijverleden die te maken hebben met Zwolle. De Amsterdamse familie Rouleau was in de 18e eeuw in Suriname eigenaar van een plantage Nieuw Roeland, waar veel mensen in slavernij voor hem moesten werken. Terug in Nederland gingen ze wonen in Zwolle. Namens de VOC veroverde Jacob Pieter van Braam onder andere de koloniën Malakka, dat nu Maleisië is, en Ceylon, dat nu Sri Lanka is. De Arabische en Maleise boeken die hij tijdens deze tochten roofde, liggen nu nog steeds in Deventer. Van 1788 tot en met 1803 woonde hij hier in Zwolle.
net buiten Zwolle, vind je ook een bijzonder graf. Het is het graf van Lepeyou. Hij was de bediende van de familie Tobias uit Zwolle, die hem waarschijnlijk meenam uit Nederlands-Indië. Het graf is voor zover we weten het oudste moslimgraf van Nederland. In deze les heb je geleerd wat de slavernij is. Ook heb je geleerd wat de VOC en WIC's zijn en wat de compagnieën deden. In de volgende video bekijken we of we meer voorbeelden van het overheids- of slavernijverleden kunnen vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video!